bij weer een nieuw filmpje van Dutch Geocaching Video's, oftewel Team Snip en Snap, oftewel Chris en Jeanette. Vandaag is het weer de hoogste tijd om jullie de resultaten te laten zien van de Juli Challenge. Wat hebben wij namelijk gevraagd aan jullie? Zoek, vind, log en film in de maand juli een geocache in een grote stad. En dat moet dan ook een beetje een drukke stad zijn, hè? Nou, jullie hebben je best gedaan. En wat het leuke is, jullie zijn niet alleen in Nederland gebleven, maar we hebben zelfs een filmpje vanuit Frankrijk. We hebben een filmpje vanuit Canada. En zelf zijn wij in Brugge geweest, in België. Maar ook de Nederlandse steden zijn druk bezocht. En de resultaten daarvan gaan jullie nu zien. Hallo, wij zijn Niels en Thijs van Team Van Verlo. En we zijn nu in Amersfoort. En we gaan hier een multicache doen genaamd Muurhuizen van Amersfoort. We zijn voor de Snip en Snap Challenge van maand juli. De geo-challenge van Team Snip en Snap voor de maand juli. Zoek een cache in een grote stad. Misschien hebben jullie het al herkend. Dit is de watertoren in Den Bosch en hier ergens zit een cache verstopt. De watertoren. En een bankje. Een behoorlijke bank. En daar mogen we dus gaan zoeken. Aan de log. Het is gelukt. 7 juli 2023. Het is gelukt. Hij is gelogd. Lekker druk punt hier. Maar toch ongezien kunnen loggen. Hallo Chris en Jeanette. Hallo. Ja, nou, we zijn in een grote stad. Lisa, en welke stad zijn we? S-Hertogenbosch. S-Hertogenbosch, inderdaad. Kijk hoe druk het hier eens eventjes is. Nou, het is behoorlijk druk. Ja. En de cash legt weer in de stad. Ja. Wat gaan we doen? Een lab cache. Met als bonus een echte cache. Een urban cache. Ja. Midden in de stad. Ja. En oma is erbij. Dus ik zeg, we gaan. Hop. Wat is er? Oh. Je ligt de hele tegen mensen. Nee. Bloepen. Ja, dat is de stad, hè. Dat is de stad. Dat is de stad. Hier ligt de eerste cache, of de eerste punt, hè. Van, oké. Okay. Ja. Die gaan we oplossen. Wat zijn we nou aan het doen? De bonus gaan berekenen. Hebben we de bonus uitgerekend? Ja. En is het hier vlakbij? Ja. Niet meer elke les. Zijn we er al? Ja. Ja, ik kan wel kijken hoe ik wil, maar ik bedoel, het is wel. Het is wel meer in de stad, hè? Ja. Het is wel meer in de stad. De stad? Oh, jongens. Het is de bonus van een labcash, het ventje. En kijk eens wat we in de handen hebben. Een micro! Een kokertje, maar maak hem open. Er moet er wat in zitten. Zet er nog gewoon in? Ja! Wat zeggen we dan allemaal? Hebben! Check! En we hebben daarmee dus de challenge van Team Snippersnap voltooid! Ja. Tot zover Den Bosch, Jeanette en Chris. Wij maken ons op voor de provincie challenge. Oeh, ja! Doei! Zo, Pam is op zoek naar een cache in een hele grote stad. En je ziet op de achtergrond welke stad dat is. Rotjeknor. Nou, ik hoop dat ze hem kan vinden. Ik denk dat ze de aanwijzing wel heeft gelezen. Dus even aan het zoeken. Nou, ze loopt ergens naartoe. Eens even kijken hoor. Of dat wat gaat worden met de skyline van Rotterdam. Heb ze al wat? Heb je hem? Ja. Yeah! Ga maar even schrijven op je gemakkie. Ja, prima. Ik denk dat ze even op het bankje. Ga maar even op het bankje zitten. Nou, we stoppen met deze geweldige ontdekking. Heel mooi stuk van Rotterdam gezien. Tot de volgende keer. We zijn in Delft voor de challenge van jullie. Een cache in de grote stad. En er is een cache hier in de biep. We moeten wel stil zijn in de piep.
Ja, we kwamen toch voor een cache. Oh, is ook een cache, kom. Dit moet hem zijn. Wat is dat? Dat zeg ik niet. Ik ga het even uitzoeken. Daar is die. Ja, bijna. Dat is niet de sleutel hiervan. Niets anders. Nog een sleutel. Ja. En welke is het? Ja, daar is die. Bedankt voor de challenge. Het is weer gelukt. Tot volgende maand. Tot volgende maand. Hallo, we zijn in Victoria in Canada, Vancouver Island. Hier is een speciale krant, Geocaching News. En we denken dat we de code hebben gevonden. We moeten proberen. Kijken. Dit klopt. Yes. Nou, wat zal erin zitten? Hey. Een hele grote cache. Ja, nu nog het logboek vinden. Een doos met trackables. Ja. Het logboek. We hebben hem. Nou, we zijn hier aan Tilburg met de race op. Parkeerplaats ervan. En hier ligt ook de cache. Ik heb hem al gevonden, maar ik dacht van ik ga het even laten filmen. Ik hoop dat je voelt het aan de challenge, maar het kan hier best wel druk zijn. Daar allemaal fietsers. En mensen die hier net instapten, die keken ook al wat ben ik daar allemaal stilletjes aan doen. En hier de cache vinden. En hij zat al ver gestopt, dus ik moest hem net helemaal, ja, zie je het allemaal. Van de stenen. Hebben we hem? Hi, Snippersnap. Nee. We zijn in Frankrijk en het is wel geen drukke stad, maar ik zal even laten zien. Ik zal hem even omdraaien. We staan hier eigenlijk vlakbij een winkelcentrum waar het echt knijterdruk is. En we hebben stiekem toch de cache gevonden. Loggen. Staan we erop? Zeker. Hatsaflats. Nou, hopelijk geldt deze toch voor een stad. Het is best druk hier, dus we gaan heel snel weer ophangen. Tot de volgende keer. Doei! Dag, Team Snippersnap vanuit Den Haag. En dat lijkt me wel duidelijk, want je zag net het torentje. En we staan nu dus bij de Hofvijver en dit filmpje is natuurlijk ter ere van de challenge van jullie, cachen in de grote stad. Nou ja, Den Haag lijkt me duidelijk, denk ik. En we gaan Den Haag vandaag niet zomaar bekijken, maar we lopen een cache, die heet Anno 1680. En dan loop je dus een rondje door Den Haag volgens de plattegrond van 1680. En wie weet vinden we de cache. Dus tot zo! Nou, we zijn klaar met onze multi van 5 kilometer in Den Haag. Maar zoals je ziet zijn we de stad even ontvlucht. Maar we hebben de cache gevonden. Tadaa. En we gaan natuurlijk ook even tekenen. Ik heb al getekend, stiekem. Ah. Even sneaky. Oh, oh. Daar gaat hij. Gelukkig hebben we een... Tadaa. Nou, officieel wat we getekend hebben. En wie weet tot de volgende challenge. Doeg! Maar hebben we hier de fiets staan, hè? We hebben hier de fiets staan. Ja. Een hele bijzondere fiets, vind je niet? Kijk nou dan eens. Geocache fiets. Betekent dat dat wij in de stad een cache gevonden hebben? Nou, dat lijkt te gek. Dat lijkt wel op de stad, hè? Zo. Als die maar blijft staan, dan vind ik het goed. Een drukke markt, maar nu? Moeten we het uit de fiets pakken, de aardbeien erin, ja. Oh, daar zit ook nog wat in. Oeh. Het is geen makkelijke opgave, denk ik. Aha. De informatie. En nu Chris. Ja, geen idee.
Dus we moeten boeken. Ja? Als dit niet muggelproof is, dan kan niet. Wat een dikke jee. Hé, hey, maar found it? Hebben wij de challenge voldaan? Not doodle in the wash, denk ik. Ik dacht wel, hè. Hey, muggelproof? Ik weet niet. Ik heb het idee dat het hier ook niet zo heel erg is. Nee. Maar goed. Doe die erin. Maar hebben ze. Found it. Chris. Ja. Ik denk dat wij de challenge wel volbracht hebben, hè? Zeker. We zijn in de grote stad. Kijk maar, dan draaien we even rond. Nou, als dit geen grote stad is. We zitten dus midden in Brugge. En we hebben net een cache gelogd. Met hoeveel? 5883 favoriete punten. Ja, we vorige maand moeten hebben. Eigenlijk wel. We weer terug. Ja, ja. Maar wij hebben gecashed in de stad. Echt muggelproof? Weet ik niet, maar het valt volgens mij niet eens op hier. Niemand heeft het door. Zelfs nou wie is dan te filmen, dus ik kijk niemand raar op, maar goed. En wij doen het ook gewoon, hè? Ja. We zijn alle schaamte voorbij. We gaan nu een paar labcashen doen, Jeanette. Ja, leuk. We staan hier trouwens bij een kraampje met kippen. Het ruikt ontzettend lekker. Hiep, kip, 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 kip. Heel erg leuk om te zien allemaal. En ontzettend bedankt voor het meedoen. Jullie hebben echt allemaal goed je best gedaan. En daar zijn wij ook heel erg blij om. Maar er kan er natuurlijk maar eentje de winnaar zijn. En dit keer gaat deze unieke Woody sleutelhanger, gesponsord door dus Woody Artist, die gaat naar Tromgroffel Brinnie 4. Jullie hebben zo je best gedaan. En iedereen trouwens hoor, maar jullie hebben deze originele Woody sleutelhanger nu gewonnen. En mail nog even je adresgegevens naar ons, naar info@teamsnipensnap.nl en stuur ik die Woody sleutelhanger zo snel mogelijk naar je toe. Deze mega Woody, ook gesponsord door dus Woody Artist, die hebben wij nog om te gaan verloten. Daarvoor moet je wel wat gaan doen. Wij gaan in augustus nog één keer een challenge in het leven roepen. En wel deze. Zoek, vind en log in elke provincie een geocache. Dat is best een pittige, maar je hebt dan ook de tijd tot en met 31 augustus. Dus de hele maand augustus kan je daarvoor uittrekken. Maak een foto van je log en de naam van de provincie erbij. En als het goed is, heb je dan aan het eind van de maand, of misschien ben je wel veel sneller, 12 fotootjes van elke provincie met een geocache en een log. Mail dat dan naar ons via wetransfer.com naar info@teamsnipensnap.nl. En nou, dan maak je kans op deze mega Woody. En die wil je toch best wel in je collectie hebben, of niet dan? Dit is trouwens ook de laatste challenge die wij voor jullie gaan organiseren. Dus het zou super tof zijn als jullie massaal met z'n allen nog een keertje mee gaan doen. En wij zouden zeggen, zet hem op en we zien jullie snel. De groetjes! Thank you.